mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. Jullie zien het, Nederland shirtje is aan. We gaan vandaag een legendarische dag meemaken. Nederland speelt tegen Turkije in de kwartfinales van het EK 2024. En ik neem jullie mee in dit avontuur. Ik ben niet alleen, want ik ben met Effie. En we gaan het meemaken. Normaal gesproken ging ik met Visit Qatar naar wedstrijden. Maar vandaag hebben we een nieuwe sponsor. KPN, dankjewel. Heel erg bedankt. KPN, KNVB, I-Oranje. Super bedankt. Jullie staan allemaal in beeld. Al die logos staan nu in beeld. Maar nu moeten we even met het openbaar vervoer naar het stadion in Berlijn. Yes sir, we zijn aangekomen bij het stadion. Olympiastadion in Berlijn. En mensen, ik ben echt al naar 12 EK-wedstrijden geweest of zo. Maar dit is voor het eerst dat er bij een ingang echt een bepaalde drukte is. Het is niet normaal. Ik zie oranje fans, ik zie Turkse fans. Maar ik zie ook gewoon mensen met Kroatië shirts. Ik zie Duitse shirts. Echt veel man, check dit. En als je op deze manier zo naar het stadion kijkt, is het op zich wel mooi. Of niet? Colosseum. We zijn gewoon in Rome. Als op gladiatoren zo gaan we vechten gewoon, man. Dat is niet normaal, hè? Maar de wedstrijd is over een uurtje. Ja. Dus we moeten eigenlijk nu echt naar binnen, man. Alleen nog maar even een voorspelling. Ik zeg alvast 1-1 penalties Nederland. Of in de verlenging Nederland. Ik zeg 3-0 Nederland. Oké, 3-0 Nederland. Ik wil alvast zeggen, ik heb super veel Turkse volgers. Super veel Turkse kijkers. Maar dat heb ik ook met Nederland. Ik heb vandaag wel een Nederlands shirtje aan, omdat ik geen Turkije shirt heb. Maar aan het einde van de dag alleen maar liefde. Je weet toch? Esso naar al mijn Turken. Zijn die Sivu Jorom, zijn Chokku zelfs in. En voor mijn Nederlanders, we gaan kijken hoe ver we het gaan schoppen. Als het maar een mooie wedstrijd wordt. What the fuck? Het stadion ziet er niet normaal groot uit. Kijk dit. We zijn ook met de bankzitters. Eerlijk, de sfeer is niet normaal. Die Turkse fans, hoeveel geluid ze maken. Bro, dit wordt nog een wedstrijd. Dit wordt echt nog een wedstrijd, man. Kwartfinale. Wie had dat nou gedacht, man? Ik besef dat de president van Turkije een afspraak in Azerbeidzjan heeft geskipt om bij deze wedstrijd te zijn. Dat zegt ook heel veel. Ik heb video's gezien hoe hij naar het stadion is geëscorteerd. Andere koek. Ik zeg je eerlijk, het is echt niet normaal, man. We zijn ook met de bankzitters. Voorspellingen? 12-4. 12-4? 12-4. Wat zeg jij? 6-6. 6-6? Ik denk 0-0 en dan na 20 penalties wint Nederland. Dus Nederland wint? Dat wel. Nee, 12-4 voor Turkije. Nee joh, doe normaal. Niet gek. Wat denk je zelf? Ik denk zelf 1-1, penalties Nederland. Oké. Ja, dat is ook wel gewoon de kans. Ja, maar iets minder kans dan die 6-6 of die 12-4. Dat klopt. Dat was kapot gevaarlijk. Wow, die balverlies daar, dat mocht niet gebeuren. Heeft de gele kaart vanwege het duwen. Maar ik zeg eerlijk, Van Dijk heeft het daar net wel gesaved, man. Goed verdedigd. Het is gewoon bijna een 1-op-1 met keeper. Dumfries dacht dat het geen corner zou zijn. Maar jongens, het is een corner. Dit gaat erin. Thank you.
stadion gaat los. Stuurt beginnen paniek te krijgen. Turken beginnen vuurwerk af te steken in het stadion. Wow. De tweede helft gaat starten. En ik zeg je eerlijk, ik begin steeds meer spanning te krijgen. Gaat het 1-0 blijven of gaat er nog een goal vallen? Het wordt 12-4, dus er gaan nog best wel goals vallen in de tweede helft. 12-4! Blijf er! 15 goals vallen in de tweede helft. Turkije gaat alles op slot gooien. Oh nee! Weghorst! Is dat niet goed, Weghorst? Als Weghorst scoort, moet ik het hartje trekken uit deze hoed. Ah! Oké, Bergwijn is er dus uit. Weghorst is erin gekomen. En Koen zei net, als Weghorst scoort, moet hij iets geks doen voor een bankzittersvideo. Dus vandaar. Ja! Oh mijn god! Nee! Nee! Waarom gaat dat er niet in? Weghorst gaat wat doen, man, denk ik. Arda Güler is een speler, man. Hij is niet normaal, man. De wedstrijd spannend. Ik denk dat Nederland misschien nog wel gaat winnen. Ja! Wedstrijd tot nu toe. 2-1. Tweede helft is niet normaal. Wat een wedstrijd. Ja, gaat Zirkzee spelen? Gaat hij minuten maken? Ik zie hem klaarstaan in de oranje tenue. Geen hesje aan. En Frimpong staat klaar. Wejo, wejo, wejo. Konden ze dat niet eerder doen? Ik moet wel zeggen, Turkije had net twee hele grote kansen. Dus ze konden gewoon 2-2 maken. Double substitution in Netherlands. Player number 10, Memphis Depay. Oh mijn god, ik zeg je eerlijk, het zou me niks verbazen als Turkije nog gaat scoren, man. In de laatste minuten hebben ze alleen maar kansen. Wejo, die keeper van Nederland, wat maak ik mee? Deze laatste minuten zijn kapot spannend. Yeah!
finale, Nederland! Hé, hey, maar ik wil zeggen, en zo naar al mijn Turken, alleen maar liefde. Het feit dat jullie tot de kwartfinale zijn gekomen, zegt heel veel over jullie. En zo naar jullie. Iedereen is blij. Weyo, weyo, weyo. Niet normaal. Oh mijn god, zijn dit die YouTubers hier in Duitsland? Ik ben allemaal met dunne eten, man. Dit is mijn derde broodje van vandaag. Dit is een dunne eten. Eerlijk, hij is lekker, hè? Ja, man. Hij is eigenlijk lekker. Hoe vind je hem? Mangal, Podolski. Dus krijg ik allemaal keulen voor. Kijk die drukte hier. Jullie zien het. Mangal, deuner. Lucas Podolski. Bro, de beste deuner. Maar jullie wachten niet op mij. Jammer, man, boys. Nee, 102. Hij belt mij net na. Ik heb besteld, ik zou nadenken. Ik dacht, shit, had ik weer besteld. Ja, geen stress. Ik wilde wel fucking lang wachten, man. Kijk, die rij ook. Het is alweer de volgende dag, jongens. Ik heb geen outro opgenomen, maar ik dacht bij mezelf, ik moet jullie nog wat vertellen. Gisteren, de berichten die ik heb gekregen op Snapchat. Hè? Is het menselijk? Waren jullie echt, zeg maar... Even, de berichten die ik heb gekregen van Turkse mensen die echt boos waren gewoon op mij. Ik dacht van, yo, bro, calm down. Je weet toch, wat heb ik jou aangedaan? Snap je wat ik bedoel? Even serieus, man. Ik ben samen met KPN. Iedereen heeft een oranje shirt aan van KPN. Ik neem ook mijn oranje shirt mee. Eindstand. Ik zit in het vak van Oranje. Oranje scoort. Iedereen om me heen feest mee. En jullie verwachten dat ik geen feest ga vieren? Omdat Turkije dus achter staat of gelijk staat. Hoe verwacht je dat van mij? Hoe kan dat, zeg maar? Ik snap het niet. Ik zei vanaf het begin al wint Turkije, wolle, ik gun het ze. Ik gun het ze. Al wint Nederland, wint Nederland. Snap je wat ik bedoel? Bij voetbal is het zo. De ene keer wint die, de andere keer wint die. Snap je? Aan het einde van de dag, we zijn broeders. Aan het einde van de dag, het blijft voetbal. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met de fanatieke supporters. Die het gewoon echt jammer vinden. En ik begrijp het. Ik zeg je eerlijk, bro. Bro, als ik Turk was en ik support mijn land zo, bro. Tuurlijk. Je weet toch, als je net voor de halve finale eruit gaat. Bro, pijnlijk. Je weet toch, Nederland gaat er op een gegeven moment ook uit. Bro, elk land gaat eruit. Bro, Duitsland, hoe hun eruit zijn gaan. Bro, weet je hoeveel zure Duitsers ik heb gezien in de stad? Even serieus, man. Die willen niks horen over die wedstrijd. Ach ja, in ieder geval, ik sta alleen, zeg maar, voor positiviteit. En ik was daar voor de vibes. Even serieus. Letterlijk, ik ben in het stadion. Laat me genieten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga er verder geen woorden aan vuil maken. Ik weet in ieder geval wat ik heb gedaan. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Hola, ik hou van jullie. Rustig aan. Ciao, ciao.